Hoi, het is vandaag maandag en ik heb vandaag een evaluatiegesprek bij het kinderdagverblijf van Eli. Dus daar ga ik straks naartoe. Daarna ga ik ook mijn nagels even laten doen. Op zich zijn ze nog goed eigenlijk. Ook voor het eerst, want meestal na 2 weken dan... Ja, ik heb best wel zwakke nagels, maar ik moet zeggen dat ze de laatste tijd wel een beetje aangesterkt zijn. Dus misschien dat het daardoor ook langer blijft zitten allemaal. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik heb ook wat pakketjes binnengekregen. Zal ik straks ook even laten zien. Dat is misschien ook wel leuk. We hebben verder een paar dingetjes laatst bij IKEA gehaald. Dat had ik niet gevlogd die dag. Dat was in het weekend. Maar ja, we zijn bij IKEA geweest. En daar hebben we wat leuke dingetjes voor in huis gehaald. Of nou ja, echt maar een paar dingen. Maar het vrolijkt de boel wel een beetje op, vind ik dan altijd. Dus dat zal ik straks ook even laten zien. En verder ga ik zo nog even wat eten. Ik heb honger. Dit is trouwens het resultaat wanneer Eli met zijn treinen bezig is. Het ligt echt. Ik weet ook echt niet hoe hij het voor elkaar heeft gekregen. Want hij was daar begonnen. En op een gegeven moment hoorde ik hem naar de gang gaan. En hij is daarna blijkbaar onder die kast doorgegaan. En heeft hij een heel spoor hier gebouwd en rondom. Ja, het is altijd wel schattig om hem ermee bezig te zien. Dus ik laat het ook gewoon liggen voor hem. Is wel leuk voor als hij straks weer thuis is. Dit is de doos die vanochtend is binnengekomen. En hier zaten allemaal spulletjes in van de Xenos. Ik zal het even laten zien. Kijk, de badkamer ziet er nu zo uit. En ik wil echt van al die troep daar wil ik af. Dus er komt hier een soort houten kastje. Dus vandaar dat ik ook dit ding heb gekocht. En bijpassend gewoon zo'n zeepding en een beker waar de tandenborstels in kunnen. Dus ik ben heel benieuwd naar dat kastje. Die komt dan daar. Die past ook goed daartussen. Verder hebben we bij IKEA hebben we deze gehaald. En die hebben we ook daar. Oh, ik weet niet of je het ziet. Nou ja, daar hebben we er ook eentje om het een beetje op te leuken. Maar ik vind het wel leuk staan zo. Beetje groen. Het is gewoon een nep plantje trouwens hoor. En deze is van Xenos. En ze hadden voor €1,25 of zo had je echt een setje van 6. Het zijn van die kaarsjes. Dus dat zijn van die soort plant-cactus-achtige kaarsjes. Dat was schattig. Maar ik vond deze wel bij de rest een beetje passen. En verder, ik dacht dat deze wat groter was. Oké, dat gaat bijna fout. Ik dacht dat deze wat groter was, maar dit is zo'n... Er zit al een batterij ook in. Wacht, ik zal het eventjes iets in het donker laten zien. Kijk, ik vond dat wel wat kersterigs hebben. Dus deze. En deze is van IKEA en die ruikt zo lekker. Even kijken welke geur dit ook alweer was. Nou, ik weet het niet. Nou, het is in ieder geval de bruine. Verder heb ik deze. Deze is weer van de Xenos. En hier heb ik dan nu even vaccinelichtjes in gedaan met een geurtje van IKEA. En deze zitten erbij, die glazen. Die kan je zeg maar hier daarin zetten. Dus dit vond ik wel gaaf. Ik weet nog niet of dit de plek wordt waar ik hem hou. Maar op zich vind ik het wel mooi staan met een witte ondergrond, zeg maar. Nou, deze hadden we al. En deze vaas, die is erbij gekomen. En die is ook van Xenos. En ik heb er nu eventjes ja, de oude takjes zeg maar ingezet. Deze kan je ook aanzetten. Volgens mij zijn die ook van Xenos, maar dat weet ik niet zeker. Maar vooral 's avonds is dat wel geinig. En deze bloemen, ja, die zijn volgens mij van de Action. Dus ik ga even kijken of ik nog iets anders vind wat er eventueel in zou kunnen. Maar voor nu vind ik het zo wel goed. En tot slot, deze is van de Xenos. En die is echt super gaaf. En deze was maar €10 trouwens. Ook die andere dingen waren niet heel duur. Dus nee, hier ben ik wel heel blij mee. En dan heb je zeg maar aan de andere kant heb je de Zoom keer 2. Dus dat is wel heel erg handig. Ze hebben deze volgens mij ook in het rosé goud in zo'n kleurtje. Dus dat is wel nice. En als ik dan toch bezig ben, ik kreeg ook een pakketje binnen van Mooi PR, dat PR-bureau. En hier zit een sparkling body powder in van Ethos. Dit zijn allemaal Ethos producten. Echt een beetje van die feestelijke Ethos producten. Oh, hier ook. Kijk, dit is een hele mooie lippenstift, had ik al gezien. Met een beetje een sparkle erin. Deze. Dat is wel echt mijn kleurtje. Ik hou een beetje van die bruinige tinten. Oh ja, dit is de mascara. Ik zal ook even het borsteltje laten zien. Dit is het borsteltje. Zoals je ziet is die een beetje, ja zeg maar krom. Dat is waarschijnlijk zodat je goed bij de haartjes komt. Hier een strobing highlighter. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Deze. Een eyeshadow palette. En hier zitten allemaal leuke feestelijke kleurtjes op. En deze sparkling eyeliner. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want die heeft echt zo'n mooie
Ja, gouden glittertjes zitten erin. Dus dat lijkt me wel gaaf voor de feestdagen in ieder geval. Dus dat had ik in ieder geval ook nog binnengekregen. En deze cactusplant had ik ook nog gekocht bij IKEA. Gewoon zo'n kleintje. Nee, dat is gewoon echt de kracht van IKEA op de een of andere manier. Je gaat voor één ding en je komt thuis met een hele tas gewoon. Want we moesten eigenlijk een bureau hebben. Of tenminste, een bureau. We waren op zoek naar een nieuw bureau. Dus we gingen alvast een beetje oriënteren. En ja, we willen nu gewoon zeg maar een groter bureau. Want we hebben nu best wel een hoge en dan met van die barkrukjes eraan. Maar we willen een iets lagere en dat je gewoon ja, meer ruimte hebt. Dus ja, we zijn er nog steeds naar op zoek. We hadden nog niet echt gevonden wat we wilden. Maar dan uiteindelijk dan loop je daar en dan zie je allemaal dingen voor. Oh, dat is leuk voor in huis. Oh, dat is leuk. Oh, handig een pan. Of oh, handig dit. Je komt van alles tegen en dan neem je weer een hele tas mee. En sowieso altijd als ik daar beneden in het magazijn loop. Of voordat je in het magazijn bent volgens mij. Daar heb je al die geurkaarsen. Nou, echt, dat is geen goede plek voor mij. Want ik koop altijd geurkaarsen daar. Dat is niet normaal. Ik denk dat de meeste meiden van jullie dat ook al hebben. Dat je gewoon altijd wel met lekkere geurkaarsjes thuis komt. Maar goed, de kracht van IKEA. Ik ga nu snel mijn schoenen en zo aandoen en dan de deur uit. Nou, ik ben nu alweer klaar. Het was echt een kort gesprekje. Gewoon of alles duidelijk was en zo. En of we tevreden waren. Nou, we zijn hartstikke tevreden over het kinderdagverblijf. Dus dat scheelt. En nu ben ik eigenlijk veel te vroeg. Want ik had eigenlijk gehoopt dat het iets langer zou duren. En dat ik daarna gelijk door kon naar Stacy om mijn nagels te laten doen. Maar ik heb om 4 uur een afspraak. En het is nu 3:15. Dus ik ben gewoon best wel vroeg. Dus ik denk dat ik dan maar weer eventjes naar huis ga. En dan door naar Stacy. Ik ging nog even thuis wat editen en nu is het wel echt tijd om naar Stacy te gaan. Ik ben trouwens echt een fan van deze sojadrink van de Albert Heijn. Dit is die vanillesmaak, 100% plantaardig, rijk aan calcium, van nature lactosevrij. Is geen sluikreclame dit hoor. Het is trouwens heel vaak op het nieuws geweest nu over sluikreclame en dergelijke onder vloggers. Ik wil jullie wel even laten weten dat als ik iets promoot in een video of op een foto of whatsoever, ik zet altijd ad of spon of in de videobeschrijving zet ik er altijd bij of een video gesponsord is of niet. Dus als het er niet bij staat, dan kun je er ook van uitgaan dat ik gewoon die producten heb gekregen of dat ik ze zelf heb gekocht. 9 van de 10 keer koop ik ze gewoon zelf. En natuurlijk is het zo dat je af en toe producten krijgt toegestuurd om ze te testen. Ik promote trouwens ook alleen maar producten waar ik gewoon oprecht tevreden over ben. Dus ik test het altijd eerst zelf uit of een dienst of whatever. En dan pas kies ik ervoor of ik dat ga promoten of niet. En nou, als ik het dus promote, dan ben ik er dus tevreden over. Dus ja, wat dat betreft blijven mijn video's gewoon oprecht. En eigenlijk vrijwel alle producten die ik tot nu toe heb gepromoot, die gebruik ik tot de dag van vandaag nog steeds. Dus ja, wat dat betreft kun je er al van uitgaan dat ik daar gewoon heel eerlijk over ben. En nou ja, er zullen ook genoeg video's zijn en vlogs zoals deze. Het is gewoon totaal niet gesponsord. Nee, ook niet voor de Albert Heijn. Het is gewoon mijn oprechte mening, zeg maar, over bepaalde voedingswaren, producten. Noem het maar op. Dus wat dat betreft, ik ben gewoon eerlijk erover. Dus bij mij zul je ook nooit sluikreclame in een video zien of op een Instagram post. Ik zal er dus altijd bij zetten wanneer het gesponsord is, ja of nee. En dat gaat ook in de nieuwe regelgeving, ga je dat ook krijgen, dat dat gewoon verplicht eronder moet staan of erbij of moet worden vermeld in de video. Dus wat dat betreft kun je er straks ook niet meer omheen. Er zijn ook heel veel online influencers die dat nog steeds niet altijd of niet bij hun foto's of video's zetten. En ik vind dat zelf niet bepaald eerlijk naar je kijkers toe. Dus ja, ik vind het ergens ook wel goed dat die regelgeving erbij wordt gegeven. Ik hoop dat het natuurlijk wel nog leuk blijft daarmee. Dus dat de regels niet te ver gaan en dergelijke. Maar ik vertrouw erop dat dat wel goed zit. En gelukkig is dat vanuit ons mediabureau ook goed met ons gecommuniceerd. Dat het gewoon echt eronder moet komen te staan wanneer het gesponsord is. Dus nee, heel duidelijk verder. Mijn nagels zijn gedaan. Ik ben bij Stacy en kijk hoe mooi het hier is. Dit is de salon waar ze nu in zit. Salon de Lumbo. Echt super mooi. En mijn nageltjes ook mooi. Met een hoe heet deze nou? Oh, wacht, ik heb hem hier. Dit is hem. En deze heet inderdaad Untitled Bronze. Heel nice. Het is weer wat later en ik heb net Ila opgehaald. Die zit daar lekker
met de trein te spelen. Kiekiek. Heb jij die gemaakt, Hile? Ja. Gaat helemaal onder de kast door, hè? Ja, moet voor de kast. Ja. Ja, klopt. Gaat in deze kant en gaat die op hoger. Maarten die had al gegeten, dus Ile en ik die gaan dit eten. Dit is broccoli met een beetje van die gehaktballetjes die al wel een smaakje hebben. En een paar gehaktballetjes ook van Ikea, dus die zijn echt super lekker. En dan in een soort milde pindasaus en dan met rijst. Ik ga me nu even omkleden, want ik heb om, even kijken, 7:15 komt Denise. Die komt dan hier naartoe met de auto en dan gaan we samen sporten. Dus ik ga wel de vlog alvast afsluiten. Veel van jullie vroegen trouwens ook of ik nog sportte. Ja, ik sport nog, alleen meestal film ik het niet, omdat het gewoon... Als ik 's avonds ga, dan is het vaak best wel druk. En dan vind ik het een beetje vervelend, weet je. Want dan hou ik ook rekening met andere mensen die misschien gewoon lekker aan het trainen zijn. En vaak kan je niet echt de camera echt alleen op jezelf focussen. Er lopen altijd wel mensen omheen en zo. Dus dat is eigenlijk niet te doen. En meestal 's ochtends of zo, ja, dan denk ik er eigenlijk niet aan om ook nog te filmen. Dus vandaar dat ik het eigenlijk niet echt meer vastleg. Maar als jullie dat wel willen, dan kan ik eventueel weer een keer een workout video of zo maken. Dus laat het maar even weten. Ik ga me nu in ieder geval omkleden. En jullie zien ons de volgende video weer. Doei doei!